Kuyt keert afgelopen zomer terug bij zijn jeugdliefde Quick Boys nadat hij Feyenoord kampioen heeft gemaakt. Dat Kuyt zijn voetbalschoenen weer aantrekt is niet alleen voordelig voor de Katwijkse club, maar ook voor hemzelf. Eind mei speelt Kuyt namelijk zijn afscheidswedstrijd bij Feyenoord, waarbij hij fit voor de dag wil komen. Ja, het is niet te geloven. Ik vind het fijn. Ze hebben hem nodig. Een goede zaak dat hij weer gaat voetballen. Het is een sieraad voor het voetbal. Kan niet anders zeggen. Dat Dirk Kuyt terugkomt. Ja, dat heb ik gehoord inderdaad. Ja. Geweldig. Komt dat aan bij u? Geweldig. Ja, toch? Ja, we hebben geen spits. Dus Jordi Thijs is weg. Dus we moeten toch iets verzinnen. Dus dan wordt er weer gewonnen, hoop ik. Het is nou een buurjongen van me geweest. Dacht u toen al, dit wordt een grote? Ja, ik denk bij een echte doorzetter was het. Misschien een knulletje van au, dat was het niet. Hij was een echte harde jongen. Ja, prima, want als oude clubje is dat van die jongen. Hè? Ja. Gezellig weer, dat hij terug is, ja. Ik denk dat anderen zullen zeggen dat het misschien competitievervalsing is. Vindt u dat ook? Nee, ik vind van niet. Ja, hij traint elke keer mee natuurlijk. Dus ik weet niet hoe hij in wedstrijdvorm is, maar ik ga het zien morgen. De trainer van Quick Boys is niet bereikbaar om het nieuws te bevestigen. En in de voetbalkantine van Quick Boys doen ze het nieuws af als een verlaten 1 april grap. Maar mocht Kuyt morgen of een dezer dagen het veld oplopen als speler, zijn ze er erg blij mee.